met die 5G-uitrol moet er op iedere lantaarnpaal om de 200 meter een versterker komen te staan. Nou, dan kan ik maar beter in een stalen hutje gaan leven of zo. Tina Hulzebos is namelijk zo gevoelig voor straling dat ze er dagelijks last van heeft. Alsof je in een bubbel stapt waarin alles opgesloten zit, je oren dicht slaan, je hoofd als het ware ontploft, fluitoren, vermoeidheid, pijn in je gewrichten, noem het hele rijtje maar op. Dat is dus waar je elke dag mee opstaat en mee naar bed gaat. Monique Beerlage van het landelijk kennisplatform Elektromagnetische Velden kent de klachten van stralingsgevoelige mensen. Het platform is een samenwerking van de GGD, het RIVM en Agentschap Telecom. Beerlage zegt de zorgen over 5G te begrijpen. Ik kan het me voorstellen, omdat 5G natuurlijk erger klinkt dan 4G. Het telt alleen maar op, dus gevoelsmatig telt het ook op. En waar heel veel mensen bang voor zijn, is de kleine antennetjes die erbij gaan komen op hele korte afstand. En dan die kunnen aan lantaarnpalen hangen, die kunnen op bushokjes staan. En ja, mensen maken zich daar zorgen over, want dan komt het natuurlijk veel dichterbij dan een paar grote zendmasten in de buurt. Toch zijn de wetenschappelijke effecten van straling niet bewezen, zegt Beerlage. Niet één op één, anders dan dat de mensen het zelf aangeven. Maar we hebben ook gezegd van het is ontzettend moeilijk om daar goed onderzoek naar te doen. Al het onderzoek wat daarna gedaan is, dat is eigenlijk, ja, eigenlijk is dat gewoon niet goed te onderzoeken. Dus daarom zeggen wij van hou de mogelijkheid open dat het wel bestaat, ondanks dat het wetenschappelijk niet is aangetoond. En probeer die mensen te helpen. Dat is eigenlijk ons belangrijkste pleidooi. Dat zegt ook Fred Woudenberg. Hij zit ook bij het kennisplatform Elektromagnetische Velden en is hoofd leefomgeving bij de GGD in Amsterdam. Volgens hem is het belangrijk om weg te blijven bij de discussie over het gezondheidsrisico van straling. Eigenlijk is het belangrijk dat je begint te zeggen dat deze mensen klachten hebben. Er is heel veel discussie, hè? Komt het nou van die straling of niet? Nou, de wetenschap is daar niet over uit. Er zijn eigenlijk geen grote bewijzen dat de straling de oorzaak is. Maar die mensen zijn wel ziek en dus hebben ze hulp nodig. Bij 5G kan Tina Hulzebos maar aan één woord denken. Help. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Help, want ik zie het echt niet zitten dat hier voor in de straat en achter in de straat op de lantaarnpalen zo'n versterker komt te hangen. Iedere 200 meter. Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig? Toch ziet het er naar uit dat 5G er komt in Nederland. Om stralingsgevoelige mensen een helpende hand te bieden, vindt Monique Beerlage dat er een speciale zone voor hen moet komen. Maar waar wij voor pleiten is van ja, als je die mensen kunt helpen door ergens in Nederland waar dan ook een zone te maken waar wat minder straling is, zodat het een toevluchtsoord voor hun kan zijn. Dat geven zij zelf ook aan dat er behoefte aan is. Ja, dan ik denk dat die mensen heel erg zou helpen.